Dat vind ik juist zo mooi, want Gerard had het vanmorgen ook over de realiteit van de bovennatuurlijke wereld. En er zijn zoveel dingen die God ons wil laten zien. Ja, Paulus zei altijd dat het ongeziene is waaraan we moeten streven. Want hij zei, het ongeziene duurt eeuwig, het geziene is maar tijdelijk. En als je tegen iemand zegt, ik ben onderweg om het ongeziene te zoeken en te zien, dan denken ze dat je gek bent natuurlijk. Want dat begrijpen ze helemaal niet. Maar ik heb al heel lang geleden geleerd, als wij door deze verbinding die we hebben met de Heer, door de Heilige Geest, als wij beginnen te luisteren en te beseffen wat het is dat Hij ons wil laten zien, dan gaan we het ongeziene gaan we te zien krijgen. Dat betekent dat wat God wil dat wij te zien krijgen, dat gaan we zien. En het mag gewoon voor zelfverstandelijk nemen. Je kijkt, je ziet, oké, dat is wat ik zie. Dat betekent dat je begint het zelf uit te leggen, ook met je... een natuurlijke